Hoe gebruik je u in gesproken Vlaams? Hallo iedereen. Hebben jullie dat ook al gemerkt in het Vlaams dat er heel vaak u wordt gebruikt? Maar u zullen zeggen, dat is toch de beleefdheidsvorm. Je hebt jij en je hebt u. Maar in het Vlaams, Vlaamse tussentaal, Vlaams van de straat, gebruiken wij gewoon u. En dat betekent niet de beleefdheidsvorm. Dat betekent gewoon jij. Dat is Vlaams. Het is geen dialect. Het is gewoon Vlaams van de straat. Standaard Nederlands is altijd formeel. Standaard Nederlands is altijd ja, jij en u. Vlaams is u. Of jij met een G. De u kan je vergelijken met het Franse vous. Wat ook jullie betekent, maar ook u, de beleefdheidsvorm. Maar in het Vlaams is dat gewone spreektaal, Vlaams van de straat. U kan in het Vlaams, nu spreek ik niet over Nederlands, hè, want dat is anders. U kan in het Vlaams nooit als onderwerp gebruikt worden. Want dan zeggen we jij. Jij leest een boek. Je kan niet zeggen, u leest een boek. Want dan, je kunt dat wel zeggen, maar dan is het de beleefdheidsvorm. Dan is het geen Vlaams, dan is het Nederlands. Als je dat zegt, u leest een boek, dat betekent de beleefdheidsvorm u. Dus daarom gebruiken we dat niet als onderwerp in de gewone taal van de straat, het gewone Vlaams. Dan zeggen we, jij leest een boek. En dat is gewoon jij. Als ik nu wil vragen, is dat jouw boek? Hoe zou ik dan nu vragen in het Vlaams? Is dat jouw boek? Dat is Nederlands, hè? Is dat jouw boek? Dan ga ik jou vervangen door u. Is dat uw boek? En eigenlijk laten we die W nog vallen. Is dat uw boek? Ja, is dat uw boek? Ja. Is dat uw boek? Is dat boek van u? Is dat boek van jou? Is dat boek van u? Dat is geen beleefdheidsvorm. Dat is tussentaal. Vlaams van de straat. Is dat boek van u? Ik heb een cadeau voor u. Ik heb een cadeau voor u. Is dat uw auto? Is dat uw auto? Uwen. Het is de auto, dus we hebben uw in plaats van uw. Ja, het is raar, maar daar volgen we wel de regels van bijvoeglijk naamwoord. Wel een e of geen e. De auto, uw. Het boek, uw. Is dat uw boek? Is dat uw auto? Uw boek, uw auto. Is die auto van u? Is die auto van u? Is dat boek van u? Jij hebt een nieuwe jas. Jij. Vooraan, eerste woordje van de zin. Nooit u. Als je u als eerste woord van de zin zet, dan heb je de beleefdheidsvorm, dan heb je geen Vlaams. Ja, in de beleefdheidsvorm, maar niet in de bedoeling van de gewone spreektaal. Dus jij hebt een nieuwe jas. Jij krijgt een cadeau van mij. Jij, dus niet jij. Jij. Zo, u wordt gewoon gebruikt in het Vlaams als tussentaal. En het betekent gewoon jij of jou. En staat het in het begin van een zin, in de tussentaal, in Vlaams, dan hebben we jij. Zo. Jij spreekt Vlaams. Is dat uw boek? Ja. Dus op die manier gebruiken we dat.
Is dat zo'n beetje duidelijk voor jullie? Want alleen als ik dat nu zelf hoor, dat klinkt precies zo ingewikkeld, maar het is heel gewoon. Het is ja, dagelijks puur zuiver Vlaams. Wanneer gebruiken we dan wel de u als beleefdheidsvorm in het Vlaams? Heel weinig. We gebruiken dat eigenlijk als we tegen heel oude mensen praten, uit respect voor de leeftijd. Of we zouden tegen de koning praten, of de koningin, of de minister. Wat heel vaak gedaan wordt in Vlaanderen, is als je een nieuw contact hebt, bijvoorbeeld, dan beginnen mensen te praten. Aangenaam, ik ben Carina, aangenaam, ik ben weet ik veel wie. En dan kan het zijn dat ze beginnen met praten met u. Waar komt u vandaan, bijvoorbeeld? En dan zegt de andere persoon, zeg maar jij, je moet niet u zeggen. En dan gaat het gewoon over op jij en gij. En dat is een hele normale situatie. Je gaat dat niet zeggen tegen jongeren, tegen tieners. Die ga je niet met u aanspreken. Maar iemand die ouder is, een beetje afhankelijk van de situatie. Is dat op je werk, op de eerste werkdag, tegen je baas bijvoorbeeld, je chef, ga je u zeggen. En dan 9 keren van de 10 zal die chef zeggen, zeg maar jij. Afhankelijk van de chef. Maar dat is wel de normale gang van zaken. En bijvoorbeeld heb je een sollicitatie lopen, dan zal je de mensen van de sollicitatiecommissie, wat een lang woord, hè? Sollicitatiecommissie. Dus als je een sollicitatie hebt, dan spreek je de mensen van de sollicitatiecommissie aan met u. En als zij dan zeggen, zeg maar jij, dan kan je overgaan op jij. Maar met een sollicitatiegesprek zal dat niet gebeuren, denk ik. Maar dan zeg je u. Als blijk van respect. Als blijk van respect. Dus het gebruik van u in het Vlaams is gewoon het Vlaams van de straat. Maar wil je echt u gebruiken als dus echt beleefdheidswoordje, dan kan dat natuurlijk ook. Maar het is belangrijk om het verschil te weten. Wanneer je in Vlaanderen u bedoelt als de beleefdheidsvorm of dat je gewoon u gebruikt in de gewone spreektaal. En dan maakt het wel moeilijk om buitenlanders om te begrijpen. Want in Nederland zeggen ze jij en jou, gewoon, en u voor de beleefdheidsvorm. Ja. In België maken we het graag een beetje moeilijker. Hoe komt het nu dat wij in Vlaanderen die u in de tussentaal gebruiken? Wel, dat komt eigenlijk van de Franse taal. In Vlaanderen is er een heel grote invloed van de Franse taal. En in het Frans, vous in het Frans, wordt heel veel gebruikt. Zij gebruiken heel vaak vous, maar als beleefdheidsvorm is dat dan. Maar daar heeft het wel ergens zijn oorsprong van. Dat wij die u in Vlaanderen zijn gaan gebruiken, niet alleen als beleefdheidsvorm, maar gewoon in onze spreektaal. Want we hebben ook veel Franse woorden in onze taal, in het Vlaams. Dus die u komt daar ook ergens van de Franse invloed. Dan wil ik tot slot nog een paar voorbeeldjes geven, typisch gewoon simpele Vlaamse zinnen, maar waar dat je dus u of u en jij in gebruikt. Gewoon om een beetje te laten wennen en omdat jullie toch dat zouden kunnen horen, dat u echt geen formeel ding is in Vlaanderen, maar gewoon Vlaams van de straat. Bijvoorbeeld, ik heb vrienden op bezoek en die moeten naar het station gebracht worden, naar de trein. En ik zeg, ik breng u naar het station. U, tegen je vrienden, is geen formeel, is gewoon Vlaams. Ik breng u naar het station. Daar is uw trein al, hè.
Je zei op het einde, hè? Dat betekent niks, maar Vlaams van de straat, daar is uw trein als, hè? Ja, dus op die manier gaan we dat ook gebruiken. Dan, ik heb u een drankje gegeven. Ik heb u een drankje gegeven. Ik heb u iets gegeven om te drinken. En jij drinkt koffie en jij drinkt thee. En dan in een vraag, krijg je ook die jij. Dan zou je kunnen vragen, wat drink jij? Wat drinkt jij? Wat drink jij? Wat drinkt jij? Wat drinkt jij? Wat drinkt jij? Of als je het meervoud zegt, je spreekt tegen twee personen of meer. Wat drinkt jullie? Wat drinken jullie? Wat drinkt jullie? Die gulle, dat kan afhankelijk van waar dat je bent in Vlaanderen wel een beetje anders klinken. Gulli, gulle, ja, klein beetje anders klinken. Mijn klinkt Antwerps. Maar het is geen dialect, hè? Het is geen dialect, het is gewoon onze Vlaamse taal. Zo, gulle, en dan, wij zouden zeggen, drinken. Zo, jullie drinken koffie. Gulle drinkt. We gebruiken gewoon het enkelvoud. We gaan daar geen meervoud van maken. Grammaticaal is dat niet juist, hè? Doe dat niet op een examen of zo. Ga de oude tabs gewoon Nederlands voor te schrijven, toch? Ja, en ook voor te spreken, dan zou je zeggen, jullie drinken koffie. Ja, als je dat mondeling moet doen op een examen. Je gaat niet zeggen, gulle drinkt koffie. Gulle drinkt koffie. Doe dat niet op een examen. Want dan gaan we ja, een klein beetje ja, meer Nederlands gaan praten, maar natuurlijk altijd nog met ons Vlaams accent. Maar dat is oké, okay, want het is tenslotte ja, België. Zo. Jullie drinken koffie. Gulle drinkt koffie. Wat drinkt de gulle? Wat drinken jullie? Wat drinkt de gulle? Allee, allee, ja. Dat is genoeg voor deze video, denk ik. Ik denk ik weer al een hele tijd om te ontbabbelen. En ja, ik hoop dat gulle er iets van hebt geleerd. En ik hoop dat gulle dat interessant vindt. En deze video is voor u. Op zijn Vlaams. Bedankt voor het kijken. Salutjes.